Erik Rai van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Wij zijn bezig om alle dijken in Nederland naar de toekomst toe weer veilig te maken. Nederland kent een uitgebreid stelsel van dijken, 3700 kilometer. De komende jaren moeten er heel veel opgeknapt worden, omdat we te maken krijgen met hogere standen in de zee en hogere waterstanden in de rivieren. En de dijken moeten nog sterker worden. Dat doen we graag met partijen in de omgeving, dus we proberen zoveel mogelijk dingen met elkaar te combineren bij die dijken. Er gaat veel geld in om en dat draait uiteindelijk om heel veel waterstanden, maar ook informatie van de omgeving, van de gebouwde omgeving. Dus ik ben hier vooral om te vertellen over het belang van waterinformatie, data, voor de dijken. En het belang om dat ook met elkaar betere afspraken te maken. Dat noemen we het waterveiligheidsportaal, waarin we al die data opslaan en zorgen dat die ook voor iedereen beschikbaar zijn over de dijken. Nou, dat het belangrijk is dat we aandacht blijven geven aan onze dijken. Dat we zorgen dat we uit alle hoeken en gaten van onze organisaties die informatie ook bij elkaar halen. Want dat is essentieel om op slimme manier en zo goedkoop mogelijk die dijken weer op orde te brengen. Oké, dankjewel. Oké, graag gedaan.